Yo mensen, Jaraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 4 video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Zoals jullie weten was ik natuurlijk naar Los Angeles om Call of Duty Black Ops 4 eerder te kunnen spelen. En vandaag wil ik een aantal dingen met jullie doornemen. Namelijk ten eerste de scorestreaks, ten tweede de gear die je kan aanzetten en ten derde equipments die je kan aanzetten. Dus geniet gewoon lekker natuurlijk van dit potje op de achtergrond en dan gaan we gewoon ook meteen beginnen met de scorestreaks. Want in deze build, in de alpha build die wij hebben kunnen spelen, zaten er in totaal 8 scorestreaks in. Nu kan dat natuurlijk veranderen op het moment dat de volledige game gaat uitkomen. Maar voor wat wij nu weten, zijn er 8 scorestreaks sowieso bevestigd. Dat is natuurlijk de UAV voor 500 punten. En de UAV kennen we allemaal, dat onthult natuurlijk de Fog of War. En dan weet je waar de vijanden lopen. De tweede scorestreak is de counter UAV voor 600 punten. En de counter UAV die countert natuurlijk de vijandige minimap, waardoor ze natuurlijk niet meer kunnen zien waar jij loopt. De derde scorestreak is de Hellstorm missile voor 700 punten. En het is natuurlijk een super grote raket die naar beneden stort. En die jij zelf op het moment dat je dat wil, kan uitbreiden in allemaal kleine clusterbommetjes. Die natuurlijk ook op de vijanden afgaan. De vierde scorestreak is de Sentry Gun voor 800 punten. En de Sentry Gun is natuurlijk een automatische turret die vijandige spelers, maar ook vijandige voertuigen en equipments aanvalt. Dus hij focust niet alleen maar op vijanden. De vijfde scorestreak is de Attack Chopper voor 900 punten. En dat is natuurlijk gewoon een helikopter. Die kan je ergens op de map neerzetten. Het maakt niet heel veel uit waar je hem op de map neerzet. Maar op het moment dat je die inroept, dan focust hij gewoon op de vijanden natuurlijk die eronder lopen. En dan hoor je zo'n scheetgeluidje, vind ik het altijd zo. Bzzz. En dan, ja, heb je hopelijk een paar kills. De volgende scorestreak is de Mantis voor 1000 punten. En dit is een scorestreak die wij nog nooit eerder hebben gezien. Want het is een zwaar bewapende, vierpotige aanvalsrobot die je zelf kan besturen. Dus die loopt gewoon door de map heen. En ja, hij is best wel goed gearmerd. Dus ik weet niet precies hoe snel die kapot zal gaan. Maar hij kost wel 1000 punten. Dus dat is redelijk veel. En ja, als je hem hebt, kan je waarschijnlijk goed door de map lopen. En iedereen door zijn kopje heen knallen. De ene laatste scorestreak is het Strike Team voor 1100 punten. En het Strike Team zijn twee elite bewapende soldaten. Die vanuit een helikopter de mesh invliegen. En gewoon letterlijk voor jou gaan vechten. Je kan ze ook commanderen via natuurlijk je controller. En je kan ze naar bepaalde plekjes toesturen. En het zijn twee soldaten in totaal. Als die twee doodgaan, ja, dan is de scorestreak ook weer weg. En hoe sterk ze precies zullen gaan worden, weet ik niet precies. Maar dan gaan we natuurlijk zo snel mogelijk achterkomen in de beta. En de laatste scorestreak voor 1500 punten is de gunship, oftewel natuurlijk de AC-130. En die kennen we allemaal. Die kennen we sowieso allemaal. Dan gaan we door naar de gear die je kan gaan gebruiken in Call of Duty Black Ops 4. En je kan er natuurlijk altijd eentje van kiezen. Als eerste kan je kiezen tussen de Equipment Charge. En Equipment Charge die laat eigenlijk jouw equipments en je specialist wapens, zoals bijvoorbeeld de Annihilate, zoals bijvoorbeeld de Purifier, sneller op. Oftewel je kan ze sneller weer gebruiken. Je kan ook kiezen voor de Acoustic Sensor. En met de Acoustic Sensor hoor je vijandige voetstappen makkelijker en harder. En triggeren zij ook locaties op je minimap. Dus je weet eigenlijk als een enemy dichtbij je loopt ook precies waar die enemy is. En als je natuurlijk een goede headset hebt, dan hoor je ook precies waar die is. De derde gear die je kan gebruiken is de Comsec Device. En met de Comsec Device kost je scorestreaks minder. En dat houdt dus in dat de UAV sneller haalbaar is, dat de gunship sneller haalbaar is, maar hij reset wel op het moment dat je doodgaat. Dus het is niet zo dat jij 10 keer kan doodgaan en alsnog je scorestreak kan halen, maar je moet gewoon in één leven je scorestreaks halen. Alleen ze kosten gewoon allemaal ietsje minder, dus je kan ze sneller halen. Als volgende keer kan je de Stimshot gebruiken. En de Stimshot in de Alpha Build was heel erg sterk. En ik verwacht ook wel dat ze dit nog gaan aanpassen. Dus ja, wat ik nu ga zeggen gaat waarschijnlijk veranderd worden. Maar met de Stimshot heal jij in één keer. Kan jij sneller jezelf achter elkaar healen. En kan je healen terwijl je nog gewoon je wapen blijft gebruiken. Dus je kan
schieten en healen tegelijkertijd. En als laatste keer hebben we natuurlijk de body armor. En de body armor spreekt eigenlijk gewoon voor zich. Want met de body armor krijg je natuurlijk gewoon extra verdediging tegen inkomende kogels. Dan als laatste wil ik nog met jullie doornemen vandaag de equipments. Want de equipments kan natuurlijk ook elke soldier en elk iemand die speelt aanzetten. En je hebt er in totaal 6 verschillende voor. Zo begin jij met de special issue equipment. En deze special issue equipment is voor elke specialist die je kiest anders. Dus elke specialist heeft een andere special issue equipment. En dat kan ze bijvoorbeeld zijn een clustergranaat. Dus dat is een granaat die je gooit en die een paar keer ontploft. Of het kan totaal iets anders zijn. Dus bij elke specialist is dit iets anders. En ja, het kan wel sterk zijn. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon normale equipments die je kan gebruiken. Zoals het trophy system. Oftewel natuurlijk een apparaatje dat je neergooit die vijandige lethals, tacticals en explosieven kapot schiet binnen 10 meter. Zo kan je ook aanzetten een molotov cocktail. Nou, dat spreekt natuurlijk ook voor zich. Dat is gewoon een vuurbommetje die explodeert bij impact en verspreidt vuur over een kleine omgeving. Ze hebben nog de frag grenade, die kennen wij ook natuurlijk van alle vorige Call of Duty's. En die explodeert na korte tijd en is koekbaar. Oftewel, je kan hem vasthouden en dan ploft hij natuurlijk sneller op het moment dat je hem gooit. Dan hebben we nog eens een concussion granaat en die disoriënteert vijanden en laat ze langzamer bewegen voor een korte tijd. En als laatste hebben we nog eens de combat axe en dat is natuurlijk gewoon een werphakbeltje die je terug kan halen op het moment dat je hem hebt gegooid door gewoon weer van de grond af te pakken. En dat is eigenlijk alles wat ik vandaag met jullie wilde doornemen. Laat sowieso even weten in de comments, jongens, wat jullie van de scorestreaks, de gear en de equipments vinden. En dit lijstje is op dit moment natuurlijk wat wij weten. Maar waarschijnlijk zal er in de beta nog wat extra's bijkomen. En misschien gaat er in de echte game natuurlijk ook nog wel wat bijkomen. Dus ik vind de scorestreaks sowieso hard. Want de Asian Warfare was een van mijn lievelings scorestreaks. En die is nu gewoon terug in Black Ops 4. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. Er komen meer Black Ops 4 video's aan met meer informatie voor jullie. Dus druk op de like op als je het leuk vindt. Als we met jullie erbij waren. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye.